vrienden, ja, laatste dag van het jaar. Laatste dag. En ik heb toch die enorme hoop. Ja, ik heb enorme hoop dat het allemaal goed komt vannacht. Ja, dat dat oude jaar, dat dat nou eens een keer op een normale manier wordt gevierd. Ja, want dat zou ik oh zo graag willen. Als er nou één ding is qua nieuwjaarswens, of hoe je dat ook zou willen noemen, dan is dat het. En het misschien, ja, heel misschien is het wel hopen tegen beter weten in. Dat weet ik. Maar ja, eigenlijk durf ik er niet al te veel over te zeggen. Want kijk, ja, Jut die is ook mee vandaag. Kijk, ja, je hebt er al gezien. En Jut die zegt altijd tegen mij, je moet niet zo negatief doen over Nederland. Doe nou eens. Hé, dat zeg jij toch? Ja, klopt. Ja, klopt. Of ik alsjeblieft wat positiever wil zijn. Maar beste vrienden, wat hebben we nou met die oude jaar, de laatste jaren gezien? Dat was nog altijd één grote puinhoop. Al die hulpverleners die gewoon maar gemolesteerd werden. En of dat nou boa's waren, of politieagenten, ambulancepersoneel of de brandweer. Ze kregen vuurwerk aan hun kop gegooid, stenen, ze werden beledigd, ze werden in hun kop gespuugd. Kortom, één grote berg van hufterigheid en asociaal gedrag. Ja, want stel je voor, je doet dat hier in Spanje. Ja, nou dan ben je aan de beurt. Dan zie je gewoon weken, maanden zie je het daglicht niet meer. En probeer het eens in Amerika. Probeer daar eens een ambulancepersoneel aan te pakken of iets tegen te doen. Ook, hup, gelijk, je gaat zo de cel in. Maar goed, Nederland heeft dit nou al jaren en jaren achter de rug, dit gedrag. En zelfs de minister die moest er nu aan te pas komen om iedereen te waarschuwen van kijk uit en hou je handen thuis. Hoe ver zijn wij dan afgezakt als Nederland? Of is dat weer negatief? Ja. Ja, hier. Maar ja, hoe moet ik het dan brengen? Dus daarom zeg ik tegen jullie, ik hoop en ik hoop van harte dat het gewoon dit jaar wel gaat lukken. En kom nou niet met verhalen van ze pakken onze traditie af en noem het maar op. Het is gewoon niet zo. Er wordt gewoon één keer gevraagd om even over te slaan. Dat is het. Meer niet. Eén jaartje even niet. Dat is hetzelfde als dat iemand vraagt, kunt u eventjes een paar uur wat zachter doen, want de baby slaapt. Zoiets is het. Meer niet. Dus ga daar nou niet aan hangen en word niet opstandig en ga nou niet met z'n allen naar buiten en ga nou niet met bommen lopen gooien en ga niet alles lopen vernielen wat er maar in je omgeving is. Blijf gewoon lekker thuis, vier gewoon lekker oud en nieuw en dan hoop ik dat ik morgen lees dat Nederland zich super heeft gedragen. Dat is dan mijn nieuwjaarswens. Nou, heb ik nou goed gesproken? Heel mooi. Nou goed zo. En dan wens ik jullie, ook namens Jut. Jazeker. Ja, een heel gelukkig en een gezond nieuwjaar.